Het zijn stuk voor stuk kampioenen. Niet alleen de mensen die het podium halen, maar ook iedereen die de schoen aantrekt of de fiets pakt om mee te doen aan een van de vele sportevenementen in de provincie. En allemaal hebben ze een eigen verhaal. Vrijdag 24 en zaterdag 25 november vindt de 9e editie van de Vuur Tour Egmond plaats. Ruim 16.000 wandelaars laten zich elk jaar verrassen door diverse lichtkunstwerken. Maar niet alleen wandelaars genieten van de vele lichtkunstwerken, ook enthousiaste omwonenden doen er alles aan om de passage van de wandelaars onvergetelijk te maken. Zo ook hier bij Karin Twisk in Egmond binnen. Karin, loops komen dus van die kant uit Egmond aan Zee, komen ze langs de weg en dan komen ze bij ons het erf op. En dan maken wij met lichtjes, dus gaan we een weg naar de Hoge Dijk maken. The place to be, volgens mij. The place to be. Hier is de gezelligheid. Ja, hier gebeurt het allemaal. En dat is juist het leuke. En ja, daar maken we gewoon een feestje van. Met elkaar, voor de lopers, maar ook met elkaar natuurlijk. De lichtjes komen natuurlijk in de bomen, aan het hek. Daar komt versiering. En die mensen ontmoeten elkaar hier en die raken met elkaar in gesprek. Echt een lichtjesparadijs. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Maar ja, dat is een beetje de Vuur Tour, hè. Met de tocht, dan gaat het hier open. En dan gaan ze dus helemaal door naar de Hoge Dijk. En daar zijn dus ook allemaal weer shampoot glaasjes met vaccinelichtjes. Die jij samen met anderen gaat klaarzetten allemaal. Ja, 750 potjes. En die lig je op zijn kant. En dan daar komen dus de vaccinelichtjes in. Is dat niet zoveel werk? Ja, dat is best wel heel veel werk. Want die moet allemaal aangestoken worden. Maar als je dat met een grote groep doet, dan is het eigenlijk geen werk. Het is gewoon leuk met elkaar. En je ziet ook het resultaat, want het is echt een hartstikke mooi gezicht. Als al die potjes met dat lichtje erin. Over een maand is het zover. Ja. Ik wens jou vast heel veel succes, Karin. Bedankt ja, dankjewel. Leuk dat jullie er waren. En hebben jullie het even kunnen zien. En dat is, daar hebben we heel veel zin in. Dankjewel. Succes. Graag gedaan. Tot ziens. Naast de vrijwillige bijdrage van omwonenden zorgen ook diverse kunstenaars en theatermakers ervoor dat de omgeving van Egmond en Heiloo wordt omgetoverd naar een wereld vol magie en fantasie. Dit jaar is het thema Fairy Tale Vuur Tour. Sprookjes zijn ook een vast onderdeel van het werk van de kunstenaars Marije Samuels en Anja Jonker. Momenteel werken ze in de Heemtuin in Zaandam aan een sprookjestuin voor kinderen. Je mag eraan trekken, ja, want wie er door de poort wil gaan, moet eerst de draak verslaan. Als je hem kan laten vliegen, dan mag je verder. We zijn begonnen toen we zelf in de luier zaten met de kinderen, hè, dus dan heb je ook die interesse. Maar eigenlijk hebben wij ons hele leven sprookjes gemaakt. Wij zijn gewoon dol op verhalen. Ja, hier hebben we Sneeuwwitje. Mooi. Dus die ligt hier te slapen. Nou, hier hebben we het sprookje van Pinocchio. En iedere keer als hij liegt, dan mag je hem aan de neus trekken. Hier komen we bij de wiegekindjes met oma paddenstoel. En hieronder liggen dan hele kleine kindjes te slapen. We hebben ongeveer 30 sprookjes, dus je kunt hier echt... Je waant je in een andere wereld. En hoeveel sprookjes gaan mee naar de Vuur Tour? Drie. En dan nog dus een extra draak zijn we mee bezig en de grote paddenstoel. En waar komt dit tijdens de Vuur Tour, de locatie? Ja, wij mogen op Kustpark Egmond staan. Ja. Maar denken jullie dat dit gaat aanslaan bij de volwassenen tijdens de Vuur Tour? Ja, nou, we weten dat volwassenen, opa's en oma's het ook allemaal helemaal geweldig vinden. Dus daar zijn we niet bang voor. En uiteindelijk is het toch ook zaak dat je het kind in jezelf blijft vinden, denk ik. Hoe het er eind november precies uit gaat zien, is dus voor een groot deel nog de vraag. Maar één ding staat vast. Er is genoeg te zien en te beleven tijdens de Vuur Tour Egmond.